Goedendag dames en heren en welkom terug bij ARK Survival Evolved, hier op de kletsies Extinction Core Server. Oh yeah, dames en heren, ik heb er ongelooflijk zin in vandaag. En we hebben het nou inmiddels heel vaak gehad over hoe ongelooflijk duur deze sedative narcotic is. En het is ongelooflijk duur, maar, we hebben natuurlijk altijd dino's die ons met bepaalde dingen kunnen helpen. En ik ga dus vandaag, en ik weet het, ik heb er een hekel aan om te zeggen, ik ga vandaag op zoek naar zo'n dino. Maar ik zou heel erg graag een alfa mammoet vinden. Een alfa bever, ook no problemo. Maar het, wow, zelfs een alfa pterycinosaurus zou ik heel erg blij mee zijn. Het moet een dino zijn die hout kan harvesten. Want dan kunnen wij gewoon de swamp in en dan gaan we lekker de swamp racken, al die bomen harvesten. En dan krijgen wij gewoon een hele lading aan rare mushrooms. Rare flowers kunnen we ook oogsten als het goed is in de swamp. Nou weet ik niet of dat op de Zenta map ook werkt. Ik hoop in ieder geval van wel. Maar wij zijn in ieder geval een dino nodig die hout kan harvesten. En we hebben het gezien met de PTE's. Die alfa's zijn OP. Dus hoe dan ook zijn wij een alfa nodig. En ja, ik ben hier op zoek naar beverdammen. En misschien een alfa bever. Maar ik heb nog geen alfa bever gezien. Dus laat staan een fatsoenlijk level. Ik heb al wel alfa mammoeten gezien. En om eerlijk te zijn, als ze mooi zijn, who cares about het level? Ik ga naar op zoek, mensen. En ik heb wat trainspul bij me, ik heb teleporter bij me, dus we kunnen ook vrij snel kibbel ophalen. Ik heb al wat metal gefarmd, dus er ligt al wat metal klaar in de kibbeltable. En ook wil ik nog een keer zo'n Prime Agatina, die wil ik temmen. Oh, niet te dicht bij die Firebird. Maar die wil ik nog een keer temmen. Alleen daar zijn we sap voor nodig. En om die sap te krijgen, dan moeten we naar 3 tabs en 3 platforms en zo. Daar wil ik rustig de tijd voor nemen. Wel kun je ze killen en gewoon een Argentina paste. Vetjes. Vetjes ook. Valt mee. Het valt mee. Ik denk de Firebird is er. Maar ik ga dus even lekker op zoek hier in de snow biome om eens te kijken. En natuurlijk, als wij een Alpha Rex of iets in die richting tegenkomen, dan gaat die ook mee. Want ik ben die Firebirds wel zo verschrikkelijk zat. Volgens mij zijn de spawns wel wat naar beneden. Maar ik weet het ook niet. Ze zijn in ieder geval verschrikkelijk overpowered. En we zijn iets insane sterks nodig om ze dood te kunnen maken. En puur en alleen maar als wraak op wat zij. Wow. Dodo Rexy. Welk level is u? Level 10. Crap, dat meen je niet. Wat uber low. Dodorexy, waarom is u zo low? Killed a Dodorexy, level 10. Met één hit. Oh, Alpha Rhino. Oh, no loot. Crap. Geeft hij wel prime height en zo? Ook niet. Ze geeft zelfs gewone height. Crap, dat is jammer. Oh, wow. Die Alpha Rhino is level 5. Damn it. Low levels zijn er al om. Nou is het dus absoluut wel waard om dit soort dingen te killen. En nou die Dodorexie dan niet. Maar zoals jullie nou zien, ik heb als loot gekregen een, hoe heet dat ding nou? Een emerald was het volgens mij? Hier, een sapphire. Ik heb als loot een sapphire gekregen. En dat zijn we gewoon echt hard nodig om de alpha zadels überhaupt te kunnen maken. Die mag wel. Use aangezien het regent. En ook 9. Let's go. Ik ga van weer verder op zoek. Als we wat leuks vinden, mensen, dan haal ik jullie er weer bij. Dus, tot zo. Maar een heel klein stukje verder, net waren wij daar bovenop op die heuvel. En hier loopt een alfa mammoet. Oh, hij is wel mooi. Hij is maar level 25. Maar om heel eerlijk te zijn, denk ik dat een alfa van level 25 sowieso wel een klein beetje meer waard is dan een gewone mammoet van level 150. Dus ik laat hem nog even leven. Mochten we dan helemaal niks gaan vinden op onze zoektocht naar een fatsoenlijk level, dan kunnen we altijd nog terugvallen op die level 25 die of dat we hier dan hebben gevonden. En ja, hij is niet de mooiste. Er zijn mooie rogers zoals die Alpha Rhino die we net hebben gekild. Dat was een hele mooie. Die loopt ook een truipkereltje. Laten we die nog eens even killen. Eens even kijken of hij. Oeh, nice loot. Nog wat kibbel erbij. Super vet. Dus ook die zijn het wel waard om te killen. Maar wees voorzichtig, want ze gooien bola's. En van een alfa PTE kun je niet bola'sen. Dus dan kunnen ze dat niet doen. Maar vlieg je op een gewone PTE, dan gooien ze een bola's. Dan word je gedismount. En dan schieten ze je nokkie.
daar is een bos. Daar gaan we niks mee doen, mensen. Maar ik kan hem in ieder geval wel even laten zien. Hier is Scion of Winter. Die zijn altijd max level. Max level is 150. Maar zoals jullie zien, 264.000 HP is dik. Oh, wauw. Daar blijven wij in ieder geval vanaf. Daar blijven wij vanaf, mensen. Oh, nog wat meer tribe. Wauw. En hier wordt het zo donker. Ik heb zelfs gezocht of ik in de server settings ergens zou kunnen instellen dat het hier niet meer donker werd. Of in mijn persoonlijke... Oh, crap. Er is nog een wolf. Of in mijn persoonlijke instellingen. Maar dat valt niet uit te zetten. Dus ik zet hier de recording weer stop. En dan zijn wij zo weer terug bij jullie. En heren, hier voor ons staat een alpha. Olly Mammoth. Helaas. Maar een level 35. Maar. Jullie kunnen het vast wel zien. Ik ben begonnen in de Redwood. Dat is onder in de map. Ik ben nu helemaal boven in de map. En op die level 25 die we tegen zijn gekomen. Raptor. Kibble Raptor Egg. Nice. Dat hebben wij. Ik wil toch eens heel even proberen. Want ik heb mij laten vertellen dat je alle herbivores specifiek kan temmen. Ah, crap. Een mammoet dus niet. Een gewone mammoet dan? Nope. Ook niet. Oh, Oké. Wow. Ik voel mij absoluut niet veilig zonder mijn PTE, mensen. We moeten heel even kijken, want ik denk dat als we Noki moeten gaan schieten, dat we iets betere plek op moeten proberen te zoeken. En ik hoop dat we het gaan redden met de gun die we nou hebben. Maar eigenlijk zijn we hem nodig om betere arrows te kunnen. Betere arrows te kunnen maken. Dus ik weet het niet helemaal. Laten we eens kijken of we hem een beetje wat verder richting de wand kunnen trekken. Ik heb genoeg darts bij me, dus geen probleem. Ik mis er ook een paar, dat weten jullie. En helemaal op een dino die zo ontiegelijk snel is. Want alle alfa's zijn snel. Maar de herbivoren alfa's zijn insane snel. Wauw. Wow. Kijk dan hoe snel dat die is. Oeps, ik dacht dat we dichterbij waren. Dr. Anonymous. Oh, mijn held. Je bent mijn held. Laten we eens heel even kijken hoeveel torpor of dat hij heeft. De rest van de stad zijn... Oh, hij is al bijna knockie, mensen. Hij is al bijna knockie. Oké, let's do this. Reload, homie. Oh, crap. Verkeerde button. Kom eens hier, mammoetja. Go down. Oh, yeah. Dan moeten we heel snel zijn. Oh, en dan maar hopen dat niks hem aanvalt. Het is een alpha. Dit zou niks mogen zijn dat hem aanvalt. Hoewel, ik weet dat tribespeople heel graag maar moeten aanvallen. Let's go. Kibble. Detox. Let's go. Ik zag een Rex. We moeten die Rex doodmaken. Rexy. Get wrecked. Wat? OP Rex. Oh, level 95. Oh yeah! Oh mensen, onze mammoet. En kijk eens, mijn GTA 5 kleuren op zijn horens. Statistieken. Oh, hij heeft nagellak. Wow, super vet. Kibbel, die is voor mij. Geef terug. 47 HP, maar 495 stem. Crap, maar wel als 1650 weight en 189% melee damage. Volgens mij werkt het bij de alpha zo dat je... elk leveltje wat je erbij doet, de melee damage, is maar 10%. Dus, dat is wel jammer. We gaan nog op zoek naar een betere, we gaan nog op zoek naar andere dingen. Maar eerst gaan we deze even uittesten, mensen. Ik heb nog één... Wauw, de hik. Ik heb nog één sedative narcotic over. En die gaan we misschien nog gebruiken. We gaan nog gewoon even kijken. Eerst, rename, accept. Go home. No. Jij, go home. Past die erin? Oh yeah, hij is naar huis. Dan gaan we deze gauw oppakken. En jup. Go. Dan gaan wij gauw naar huis. Gaan we kijken wat het zadel van zo'n alpha mammoet kost. Wel ga ik even verder kijken natuurlijk. Als we nog iets anders leuks tegenkomen, dan gaan we dat nog proberen te temmen. Of te killen. Misschien is er nog wel wat leuks om te killen. Daar hou ik... Oeh, kijk. Zoals die Giga daar. Hoeveel HP? Want volgens mij geeft zo'n Giganotosaurus level 15. Is te doen. Oh, stond er nou 80.000 HP? Is ook te doen, maar het is, zijn we nog heel even bezig, denk ik. Vooral als hij nog dingen op blijft eten. En voor een Giganotosaurus moet je altijd heel erg oppassen. Want die doen als het goed is een percentage HP buff.
Een percentage HP. Dat houdt in dat ze een percentage van je HP doen qua damage. En dat houdt dus ook in dat je niet zo heel veel uitmaakt hoeveel HP je hebt. Maar als hij 10%... Oh crap, hij maakt mij ontiegelijk langzaam. Oh, en nou doe ik ook minder damage. Oh, wauw. Die roar is echt wat waard geworden. Welke level ben jij, kwetsel? 60. Crap, waardeloos. Oh, overleeft hij dat? Oh, nice. Ik probeer altijd nog een goed level kwetsel te vinden. Speciaal voor Rich. Rich die wil graag nog een goed level kwetsel. Wij zijn stamina nodig. Die Giga die gaat dood, mensen. Hij is de strijd... Oh nee, wij zijn de strijd begonnen. En die gaan wij ook winnen ook. Oh, komt hij alweer aan. Oh, nice. De roer die heeft gemist. Is hij alweer vol HP? Nee. Dat kan niet. Dat kan niet, mensen. Maar een Giga, die heb ik mij laten vertellen dat die dus ook ontiegelijk goede loot geven. Ze moeten gewoon voorzichtig zijn. We moeten ook zorgen dat zijn roer ons dus niet op zulke momenten hit als dat net gebeurde. Want dat was wel heel even spannend. Oh, dat was zo roer alweer. Auw man, dat doen we dus en minder damage en we zijn ontiegelijk traag. Hij doet op zich niet veel damage, maar zijn damage over time, die doet heel erg zeer. Want dat is dus een percentage damage health. Of damage attack. Dus die doet gewoon elke keer... Oh, crap. Wow. Oh nee, dat was natuurlijk ik. Die... Oh, kijk. Gaan we redden. No problemo. Ah, hij heeft ons weer gehit met de roar. Nou kan hij weer dingen opeten. Damn, dan regent hij weer. Wel weer en wij weer niet. Damn it. Dit valt nog niet mee. Dit valt nog niet mee. Ik wil hem een mammoet rijden. Giga, ga gewoon dood. Oh, daar ging ook nog een Giant Tribe Direwolf. Daar moeten we ook nog een beetje rekening mee houden. En met onze stamina. Oh, hoop dat we mooi dood krijgen, mensen. Oh, er liggen hier nog heel veel lijken. Kunnen we hier landen? Nice. Of niet? Niet nice. Niet zo heel super nice. Hier landen? Beter. Wauw, wat zijn we weer low HP. Kan hij ons hier hitten? Nee, toch? Nee, vast niet. Oh, even live regenen. En we gaan weer verder, terwijl ik me realiseer dat het hier wel ontiegelijk donker is op het moment. Ik heb daar echt een... Oh, nee. Volgens mij heeft hij weer heel veel life geregend. Ik weet niet, kunnen we hem niet zo beter gewoon zo van zijn kont afeten? Maar die barrel roll, die doet zo lekker... Oh, we kunnen hem in ieder geval niet tanken, mensen. Ik zit vast. Nee, niet helemaal. We kunnen hem in ieder geval niet tanken, dus misschien moeten we toch maar... Oh, en weer die roar van hem. Kom op dan. Wauw, hij heeft ons weer een heel eind naar beneden. Maar, damn, ik kan nog steeds niet weg. Nou kan ik weg, oké, nice. Ga vechten met die tribeslui die op jou heen loopt te schieten, man. Ga ook maar mee te vechten. Ik zie wel meer bloed en meer... Oh, wow. En we zijn uber low HP's. En we zijn de eerste 2,5 seconden nog traag. En we hebben torpoer. En bijna geen stamina. Wauw, dit is nog niet makkelijk, mensen. Dit is geen vanilla. Dit is geen vanilla Giga. Waar is die nou beneden? Ah, dit is weer te laag. Nee. Is die naar beneden gevallen? Oh, gamma 2 is dit natuurlijk al. Gamma 3. Ah. Damn it, mensen. Ik heb geen rouwvlees meer om te genezen. Oeh, Alpha Archie. Welk level ben jij? Zeg ik nou 100 plus levels staan? 90. Archie is Stego Kibble. Never mind die Giganotosaurus. Die is hier nog wel ergens, maar die zal wel beneden liggen. Hoeveel life heeft hij geregend? Heel veel life. Heel veel life geregend. Ik denk dat wij terug willen komen voor die Alpha Archie. En ik denk dat we dus even heel gauw in de weer moeten teleporteren. En dat we terug willen komen voor die Alpha Archie. Level 90, dat is absoluut niet slecht, mensen. Dat is absoluut niet slecht. Oké, accept. Go. Go, go, go. Oh yeah, onze Alpha Woolly Mammoth. Wereld, laat in. Ik denk Stego kibbel pakken. Even controleren wat voor kibbelen er nodig zijn. Het juiste kibbel pakken en dan gaan we die Archie tammen. BRB's. Dames en heren, voordat er wat fout gaat, laten we gauw die Archie hitten. Ik heb 10 kibbel bij mij.
Ik heb nog een detox bij mij. Nee, dat heeft geen detox. Crap, waarom zeg ik dat toch steeds verkeerd? Een sedative narcotic. Wauw, ben ik zo slecht in hitten? Schijnbaar. Archie, hier. Boom, headshot. Wow. Hij is niet alleen snel, hij doet ook goede damage. Hele goede damage. Holy damn, mensen. Dat had ik niet helemaal verwacht. Of helemaal niet verwacht, dat kan het ook zijn. Dr. Anonymous, je moet me helpen. Wauw, we zijn maar een klein beetje sneller dan hem. Holy damn. Normaal vanilla, PTE, Archie. PTE, veel sneller. Dr. Anonymous, jij kan wel tanken. Je hebt een super OP zadel. Je hebt een alpha zadel. Oh yeah, oh wauw. Oh wauw, ik kan ook echt niet heel veel meer van hem verdragen. Maar nu renderen mijn hits weer niet, omdat hij... Oh, hij is weer op mij, Holy damn it. Wow, die damage over time, die maakt me gewoon helemaal af. Wauw. En ik had wel van die medical brews, maar dat heb ik allemaal... Oh, nee, ik ga niet vechten met die golem. Oké, hij gaat niet vechten met die golem, oké. Oh, wauw. Wat een damage. Hoe hoog is je torpor inmiddels? Ik heb je wel een paar keer gehit, maar dan ook vervolgens weer een tijdje niet. Oh, nog maar halverwege ook. Oké, we gaan gewoon verder. We moeten alleen rekening houden dat ons been gebroken is, waardoor we dus niet kunnen rennen op het moment. Maar hey, een beetje spanning en sensatie, daar mag er wel bij zijn. Oh crap, ik vind dit echt spannend, overigens. Oh, kom op man, kom achter die boom weg. En hou op met zo snel te lopen. Je cheat. Oh, vliegt hij net weer weg. Oké, we kunnen weer rennen. Wauw. Wat verbaasde die Archie mij. Ik had dat absoluut niet verwacht, mensen. Dat hij zo goed zou zijn. Dat hij zo snel en zo OP zou zijn. En we zijn veel te ver bij onze PT weg. Dus eigenlijk willen we hem helemaal niet hitten nu. Het is ook maar goed dat ik zoveel darts heb gemaakt. Want als ik zoveel blijf missen, dan... Wordt het ook helemaal niks. Laten we eens kijken. Misschien kunnen we hem nog weer wat boos krijgen op ons. We kunnen alweer een beetje live regenen. Als die ons achterna zit, dan kunnen we in ieder geval een headshot maken. En zo is... Hij zit op de grond. Oké, hij is boos. Right. Oh, en ik ben alweer bijna... Wow. Ik denk dat we nog doodgaan. Nee. Wauw, mensen. Dit is echt... Op de lijn. Eens even kijken. 6. 6 HP hebben we nog over. Hebben we niet iets? Enigszins? Nee, helemaal niks. Die tribe people die droppen wel vaak wat van die healing brews. En die heb ik allemaal weggegooid. Denk ik. Ja, heb ik allemaal weggegooid. Oh, en die giga die is hier weer boven. Damn it, mensen. Damn it. Waar is die Archie? Oké. Iets te dichtbij. We zullen hem een klein stukje mee moeten lokken deze kant op. Damn it. Twijfel. Oh, wat leuk mensen. Wat leuk. Deze pack is gewoon nog weer spannend. Oké, nice. Dat was een hit. Reload. Right. Wow, oh my god, daar beneden loopt een Megapithecus, een boss. Daar loopt gewoon een Megapithecus boss. Dames en heren. Oh, en hij komt ons alweer niet achterna. Omdat er zo'n tijd zit tussen dat we hem kunnen hitten, dan drop zijn torpoor denk ik meer dan dat wij überhaupt met elke keer één dart kunnen doen. En dat zijn damage zo dwars door mijn 3 of 4k armor heen ging, dat had ik ook absoluut niet op gerekend. Oh nee, was die weer mis? Oh crap. Wat spannend. Stop met vliegen. Land, homie. Ja, zo. Oh, mis. Oh, dat was die giga. Right. Oh, die giga is hier nog twee typen dichtbij. Ik ben de Archie inmiddels alweer kwijt. Wat is de Archie nou weer? Oh, die vliegt alweer rondjes. Oké.
Oh, dat werkt natuurlijk. Het is een Archie. Elk lijk wat wij neergooien, gaat hij natuurlijk heen om dat lijk op te eten. En hij heeft brainworms. Hij, zij, hij. Volgens mij was het een hij. Hij heeft brainworms. Maar hij heeft me wel dood. Nee, en weer injured. Oh, crap. Hey, dokter. Dokter Anonymous. Nee. Oh, ik kan niet rennen momenteel. Oh, wauw. Ik denk dat we heel even een beetje moeten blijven prutsen totdat ik weer een beetje full HP ben en wel weer kan rennen. Want dit is al lastig als je wel kan rennen, laat staan als je niet kan rennen. En gezien die Archie echt niet het enige hier in de omgeving is wat enigszins wat gevaarlijker is. Wauw. Als we hem nou hitten, is hij denk ik eerder bij ons als wij bij onze beurt. Dr. Anonymous. Wow. Nice. Net op tijd. En we hebben gereload. Dus we kunnen afjumpen en meteen weer een keer schieten. Maar hij vocht. Nice. Nog een hit. Volgens mij was dat ook weer een headshot. Zo te zien aan de damage die we erbij deden. Dan maak ik mij daar natuurlijk absoluut niet druk om dat we meer damage doen. Dan dat we torpo doen met deze gun. Maar Oh yeah. Oh, wauw. Oké, dit geeft me weer hoop. Kunnen we alweer genezen? Een klein beetje. Oké. Hij is niet pief meer. Vliegen we gewoon even aan hem langs. Wordt hij weer piefd? Is hij alweer boos? Hij is weer boos. Oké, nice. Dit is spannend, mensen. Oh, wauw. Ik dacht dat ik al klaar was met herladen. Crap. En een wyvern. Oh, lightning wyvern. Die wil ik ook. Oké, herladen. Oké. Oh, eerst herladen. Wacht even, herladen afmaken. Ik heb echt veel liever een bow als een stomme gun. Dat herladen, dat duurt zo ontiegelijk lang. Heb ik geen tijd voor. Game. Oh. Wij moeten echt toewerken dat bij de Anunnaki. Wauw. Speciale trank arrows van Anunnaki kunnen gaan gebruiken. Ik dacht dat je wel piefd was op mij. Hey, dude. Kom. Kom hier. Oh, en ik heb gamma omhoog omdat het net nacht was. Wauw, wat zijn we aan het prutsen met deze team. Hey, ride. Laat me rijden. We zijn alweer uber low HP. Oké, go. Gaan we terug? Ah, we hebben nog niet gereload. Damn it. Of wel? Dude, hij is down. Ik ook bijna, maar hij is helemaal down. Oh, ik hoorde die giga weer. Oh, raptor kibble, detox. Remote juice. Nee, stego kibble. Oh, gelukkig. Ik zei raptor kibble, maar ik deed stego kibble. Nice. Oh, yeah. En het was wel een zij. Het was geen hij. Geef me je kibbel terug. Tap. Ga maar. Oh, yeah. Alpha Argentavis. 24k HP. 2k stamina. 1500 weight. 300 melee damage. En 100% movement speed. Oké. Hij heeft een zadel op. Let's go. Laten we dokter even iets veiliger. Ik geloof niet dat hier iets bestaat als zijnde echt veilig. Maar iets veiliger ga ik vanuit. Oké. Oh, kan ik weer niet fluiten. Crap. Oké. Stop met volgen. Oh. Alpha Archie. Laten we gauw weggaan uit dat hele donkere gebied daar. Dat is geen... Dat is niks waard. En laten we eens even base damage check gaan doen. Go. Wow. Ik denk dat ik dat verkeerd zag. Nee. Base damage is 144. Dat is bijna gelijk aan een gewone RG. Oh, wauw. Dat doet me zeer.
Ik had verwacht dat deze RG ontiegelijke damage zou doen. Nou ja, ontiegelijk, maar in ieder geval iets van 400, 500 om mee te beginnen. Damn, dat is jammer. Oké, veel melee damage zijn we dus nodig. En hij voelt, qua snelheid voelt hij echt alweer heel goed. Oh, kijk, dat is al beter. Dat is al heel erg veel beter. Maar dat doet onze PTE ook op het moment. Maar goed, het is een Alpha RG en ik weet niet of we daar ook andere grotere dingen mee op kunnen pakken wat een normale RG niet kan. Ik verwacht haast dat dat een rock column is en dat ik mij uit de voeten wil maken. Maar zoals ik zei, de snelheid voelt goed en ik weet niet of we er bijzondere dingen mee op kunnen pakken. Maar in ieder geval kunnen we hem gewoon gebruiken om wat mee op te pakken. En hij is helder op beter te gebruiken dan onze RG's met 2500 HP. Hij heeft gewoon 25.000 HP. En hij heeft een goede carry weight, wat natuurlijk ook altijd extreem fijn is. Dus, waarom zitten we vast? Oké, nice, we kunnen weer bewegen. Maar ik denk niet dat hij onze held zal zijn die ons helpt om die Giganotosaurus te verslaan. Ik heb nog extra teleporters bij me. Ik denk dat we hem gewoon naar huis sturen. En dat we een andere keer goed gaan levelen, want ik zit er zo heel even te kijken naar de tijd van de aflevering en die duurt alweer... insane lang en we willen natuurlijk nog wel even onze mammoet checken, mensen. We moeten onze mammoet nog even checken. Dokter, kom. Oh yeah. Ik ga deze Archie naar huis brengen. Ik ga de mammoet even ophalen en dan gaan we eens even checken of hij ons kan helpen om rare mushrooms en rare flowers te farmen. BRB's. Onze alpha mammoet bij de swamp. Laten we eens even kijken. Hebben we een C? Nee. Right mouse click. Nee. Oh crap. We hebben de headbutt. We hebben de head of the stomp. De head swing. Gewoon de standaard attacks van een mammoet die afhankelijk zijn vanaf waar we heen kijken. Geen probleem. Allerbelangrijkste. Even rare mushroom. Oh, yeah. Rare mushroom en wood. Dus ik heb wel een beetje het idee dat we vast wel een beetje zullen moeten gaan levelen in melee damage en weight. Veel weight, gok ik. Hoewel dat hout weegt helemaal niks. Wauw. Oké, dat is best te doen. Hebben we nou al een leech? Oh, waar hebben we gevecht mee? Oh, Caprosuchus. Wat een Caprosuchus en mammoet aan. Waar zitten we op vast? Oké, we zitten vast op de Caprosuchus lijk. Maar het is de swamp, mensen. Dus eens even kijken. Krijgen we een goede HP boost? Hier, lekker. Wait. Insane. Het is iets van 60 weight erbij. Oh, sweet, sweet, sweet. Het is alleen jammer met zo'n mammoet in vergelijking met een bever. Dan zou je natuurlijk gewoon de hele tijd kunnen blijven klikken en trees harvesten. Dus misschien is een bever hier wel beter voor. En dan met een mammoet moet je eindelijk opzij kijken om een rapid attack te kunnen doen. En dan draait hij alweer bij. Maar goed, ik mag niet klagen, mensen. Kijk dan hoeveel rare mushrooms of dat wij al hebben gefarmd in deze korte tijd. Hier heel even in de swamp. Als ik hier een uurtje spendeer, hebben wij misschien wel een stack aan rare mushrooms. Hoewel het wel de swamp is, toen ik hier net overheen vloog. Yup. Al chieftains. Volgens mij heb ik hier ook al eens de broodmannen gezien. Dus, yeah. Oh, ze zitten nou weer vast op een lijk. Maar zijn speed is echt insanely nice. Oh, piranha's. Wauw, waarom is alles pist op mij? Ik heb toch niemand wat misdaan? Laat me gewoon los. Kan je jumpen? Oh, wauw. Oh, wauw. Ze komen overal weg. Wauw. Oké, grote agro. Oh, we kunnen weer lopen. Nice, ik wou net de lijken gaan oogsten. Maar dat is helemaal niet nodig. 26 rare mushrooms in één hit. Super! Oh, ik ben hier echt heel blij mee. Ik ga nog even kijken of we wat rare flowers kunnen vinden. Want volgens mij moeten die hier ook groeien in de swamp. Maar ik zou zo niet weten waar, om eerlijk te zijn. En de wood kunnen we altijd weggooien. Het gaat mij voornamelijk om de rare mushrooms. En ik denk dat de jongens die nog wat aan het bouwen zijn wel blij zijn met de goede hoeveelheid hout. Maar nee, dat kunnen we ook op andere minder gevaarlijke plekken op grotere hoeveelheden farmen. Oh yeah, de Beelzebuffel. Is dood. Weg met die kikkers. Oh, ik hoop alleen niet dat we iets van een broedmother of een chieftain tegenkomen. Want dat gaan we nooit overleven met onze 50.000 HP'tjes.
Ik ga even kijken of we Rareflowers kunnen vinden of niet. Als jullie een goede plek weten voor Rareflowers hier op de Center Map, dan hoor ik dat graag, mensen. Want Rare Mushrooms, check, hebben we. Zijn we dan niet meer op zoek naar een mammoet? Oh yeah, we zijn altijd op zoek naar hooglevel alfa's. Oh, maar wat is dit heerlijk, dames en heren. En ik denk zelfs eerlijk gezegd dat te kijken naar de tijd van de aflevering, dat ik dat even off camera zal gaan doen. Maar wat is dit een monster? Wat weer een monsterlijke aflevering. We hebben een alpha mammoth dat ons helpt met ons rare mushroom issue. Wauw. Oké, het is wel vrij vervelend dat je elke keer met de keel vast zit. Maar goed, ik mag niet te veel vragen. We hebben een super gave alpha mammoth. We hebben een iets minder, maar toch ook wel een hele mooie alpha Archie mogen temmen. En wij zijn er niet blij mee. Oh, zijn dit dan die Rareflowers? Hier zitten dan die... Oh yeah, Rareflowers for days. Oké, mensen, ik ga me hier nog even vermaken. En dan zie ik jullie de volgende aflevering. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik heb ervan genoten. Als jullie ervan hebben genoten, vergeet niet om dat duimpje omhoog te geven. Dat is voor mij heel en heel erg veel waard. En nogmaals, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Appetje hoog.